En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is donderdag vandaag en nog één dagje en dan is het weer weekend gelukkig voor me. En dan hebben we weer lekker 2 dagen de tijd om uit te rusten en om misschien wel leuke dingen te gaan doen. Ik hoop dat het een beetje droog blijft en dat we dan nog een leuke buitenvlog op kunnen nemen voor het weekend. Ik heb er wel zin in. Ik heb eigenlijk nog zin om een herfsttocht te maken door de bossen heen. Het is nu natuurlijk een beetje herfst is het. En dat geeft altijd hele mooie beelden. Dus eigenlijk zou ik het weekend nog wel even naar het Kralingse Bos willen. Om daar een mooie herfstreportage te maken voor de vlog en voor het kanaal. Nou, ik heb vandaag weer lekker gewerkt met gewoon Joost. En het was hartstikke gezellig. En Kevin was ook bij mij in de buurt. Dus dat was ook wel even leuk. En ik ga zo even lekker een hapje eten. Vanavond wil ik nog even livestreamen. Joost zou niet komen, want die heeft wat te doen. Ik moet even het licht aan gooien. Zo. En het is dus even afwachten wie er komt en wie er wel komt en wie er niet komt. We gaan het wel afwachten wie er, of dat er de mensen zijn die vanavond met mij willen livestreamen. Is er geen livestream, dan wil ik misschien een chat sessie gaan doen. Maar dan moet ik nog eens even kijken. Nou, in ieder geval, ik ga het lekker een hapje eten. En poesjes zijn blij dat ik weer thuis ben. Ik heb lekker de kachel even aangezet. Het was weer ontzettend koud. En weer ontzettend regenachtig vanmiddag. En ik heb vandaag de eerste cursus gedaan van... de gezonde voeding. Dus dat was ook wel even leuk. En best wel benieuwd. Ik was best wel benieuwd. Maar het is denk ik wel een leuke cursus. Ik ga er denk ik wel een hoop van leren. Ja, gezonde voeding is toch belangrijk. Het is toch belangrijk dat je gezond eet. En tegenwoordig in de huidige situatie met al dat fastfood. En al die snelle happen. En magnetronhappen. Ja jongens, ik doe er zelf ook aan mee. Ik weet het, ik doe er zelf ook aan mee. Maar eigenlijk is het niet gezond voor je lichaam. Dus gezonde voeding is echt belangrijk. Nou, ik hoop dat ik ook weer een volger bij je heb. Iemand van de gemeente die ook bij de cursus aanwezig was. Die heeft mij, daar heb ik het adres van gegeven. Dus ik ben benieuwd of dat ze mijn vlogs kijken. En misschien abonneert ze wel op mijn kanaal. Zou natuurlijk hartstikke leuk wezen. Dus vandaar. Nou, ik ga dadelijk dus even livestreamen en vanavond wil ik nog eventjes de mededelingen vlog even opnemen. Ik had het gisteren al gedaan, maar er zaten veel fouten in en veel woordversprekingen, foute informatie. Dat ik achteraf dacht van, nee, dat klopt toch niet helemaal. Dus ik heb besloten om de vlog gewoon, of de video gewoon even overnieuw op te nemen. En dan gaan we wel zien. Ja, batterij is bijna leeg. Dus ik zal dadelijk als ik ga eten, gooi ik hem eerst even in de oplader. Want de batterij is bijna leeg. Ja, ik gebruik dat ding natuurlijk nu dagelijks. Omdat ik natuurlijk dagelijks een vlog opneem. Dus de batterij gaat op een gegeven moment wel leeg. En ik heb nog geen tijd gehad om een accupack te kopen. Een extra accupack wil ik eigenlijk nog hebben. Zodat ik altijd eentje reserve heb die helemaal vol is. Dan kan ik gewoon van batterij veranderen. En dan heb ik altijd reserve batterij heb ik dan. Misschien ga ik nog wel eventjes skypen ook vandaag met Kevin. En moet ik nog even kijken hoe dat gaat lopen. Ik ga dadelijk ook even alvast een video weer uploaden. Want ik heb er nog een paar te doen die ik nog even moet uploaden. Dus dan is dat ook weer gebeurd. En dan lopen de vlogs netjes geleidelijk. Zodat er volgende week ook weer genoeg vlogs zijn voor jullie om te bekijken. Vandaar even alle informatie allemaal weer eventjes. En ik wou het ook nog even hebben. En ik vind het toch wel een issue.
dat ja, mensen die, die hun eigen zin doordrijven. Ik ben een maand ben ik vrij en daar wordt nogal moeilijk over gedaan. Ik heb inmiddels de cursus gedaan en dan moet ik 2 dagen in mijn vakantie terugkomen. Daar ben ik niet echt blij mee, dat heb ik ook gemeld. En dan begrijpen ze je gewoon niet. Dat vind ik wel heel erg kwalijk gewoon, dat ze je dan niet begrijpen. Vakantie is iets wat je verdient. We verdienen allemaal vakantie, we werken allemaal hard genoeg voor de vakantie. En als je dan weer terug moet komen, ja, dat vind ik toch wel ontzettend triest, vind ik dat. Dat mensen daar geen begrip voor hebben, dat je niet terug wil komen. Nou, vandaar even alle informatie even over. Ik zal het er even kort, ik kan niet te veel erover zeggen natuurlijk, want het is wel over mijn werk. Dus, maar het, dat steekt me gewoon een beetje en dat wou ik gewoon toch eventjes kwijt. Nou, het is donker buiten. Boven is er nog niemand thuis, dus het is nog lekker rustig. Maar dat zal dadelijk wel weer verandering een beetje. Dat was gisteren ook al zo. Alhoewel het de laatste tijd wel iets meer meevalt met het geluid gelukkig. De televisie die gaat niet echt hard. Maar ja, het is gewoon, ja, je moet gewoon met elkaar leren leven. En ja, deze aardige man, nou ja, aardige man, maar deze brave borst die denkt alleen maar aan zijn eigen en houdt geen rekening met andere mensen. Ja, dat is aardig triest. Ik heb het in een vlog van een paar maanden geleden had ik het er ook al over. Ja, je moet toch met elkaar leren samen wonen. En deze huizen zijn gehoorig. En dan wordt er gezegd van ja, maar deze huizen zijn gehoorig. Nou, dan moet je juist extra op elkaar letten en extra rekening met elkaar houden. Maar dat schijnt niet te hoeven in dit in deze rij huizen waar ik woon. Dan moet je gewoon alleen maar aan je eigen denken. En ja, over eigen denken gesproken. Ja, heel erg raar en heel erg vreemd ook. Ook heel erg vreemd dat er dan mensen zijn van ja, maar ik doe niks. Ik heb nergens last van hoor. Nee, natuurlijk niet. Als ik hier de herrie hoort, dan zal een ander het ook wel vast wel horen. Maar ja, dat doen ze niet. Dan steken ze de kop in het zand. Dus alleen is het zo dat ja, als je dan zelf een keer hulp nodig hebt, moet je natuurlijk niet gek en raar opkijken. Dat je dan ook zoiets hebt van, joh, weet je wat jij doet? Je bekijkt het maar. Het is ook een beetje geven en nemen en niet alleen maar nemen. Maar ja, ik vind het de laatste tijd, of de laatste, de laatste tijd, zijn al een aantal jaren dat steeds in Nederland hand over hand toeneemt. Dat men alleen maar aan hun eigen denkt en niet aan een ander, niet aan je medemens denken. Het is gewoon een keiharde maatschappij geworden waar je ja, alleen maar ikke en de rest kan stikken. En als ik het maar heb en als ik het maar krijg en een ander, je kan het zelf wel invullen. Die tijd die is helaas toch, ja, ik vind dat heel erg is. En ja, dat steekt me gewoon, want ja, je moet het toch allemaal samen met elkaar doen. En ik heb altijd in ieder geval geleerd dat je samen moet werken en niet tegen elkaar moet werken. Maar ik weet het niet. Volgens mij ben ik daar heel ouderwets. Misschien ben ik dan een heel ouderwets iemand of zo. Maar ja, in deze huidige generatie ja, is dat er bijna niet meer. Daar is het alleen maar alle voor zich en God voor ons allen. Dus dat is wel heel erg triest. Maar ja, je kan er ook niet te lang over doorgaan, want ja, het is eenmaal zo en je kan er niks aan veranderen. Hoe graag je het ook soms wel eens wil, heb je af en toe wel eens dingen wat je niet kan veranderen. En de maatschappij is helaas niet te veranderen. De maatschappij is gewoon kei en keihard. Als je tegenwoordig wat doet, dan krijg je gelijk volop uitgemeten.
Ik maak dat ook heel erg vaak mee op de snelweg bijvoorbeeld. Als je dan rijdt dan, en je maakt een foutje, dan, dan staat er alweer gelijk een gifkikker achter je die op zijn klakson staat te drukken. En als jij op de linkerbaan rijdt omdat jij toevallig de volgende afslag naar links moet nemen, dan halen ze je het liefste, halen ze je nog rechts in en gaan ze je voorbij. En ik heb ook al een paar keer meegemaakt met vrachtwagenchauffeurs. Ik zag van de week zag ik op Hart van Nederland was dat volgens mij een ding over vrachtwagenchauffeurs. Van ja, de vrachtwagenchauffeurs moeten de mensen moeten nou eens een keertje rekening houden met de vrachtwagenchauffeurs. Nou, ik vind dat de grootste kolde die er is, want ik rij heel vaak op de snelweg. En hoe vaak ik niet meemaak dat de vrachtwagenchauffeurs gewoon asociaal hoeken, je de pas afsnijden. Wat ik ook heel super irritant vind, dat is altijd als ze op de linkerbaan gaan rijden, want dan kan je er niet langs. En dan probeert de ene vrachtwagenchauffeur, probeert de andere vrachtwagenchauffeur in te halen en dat lukt dan niet. Want die vrachtwagen die kan gewoon niet harder, die vrachtwagen. En staat er op een gegeven moment een kilometerslange rij erachter. Want ja, meneer die moet één auto inhalen. Ik vind gewoon dat er een verbod moet komen op vrachtwagens. Dat ze gewoon verplicht zijn om op die rechte baan te blijven. Ik vind dat zo super irritant als de ene vrachtwagen de andere vrachtwagen wil inhalen. Dat noem ik nou asociaal. En op sommige wegen heb je dat gelukkig al. In de spits heb je al van die speciale dingen. En dan heb je ook wel eens borden daarvoor. Dus nou, je hoort het. Dat is de bel. Dat is de telefoon. Ik ga even hangen en ik spreek jullie dadelijk. Tot zo. Zo, en daar ben ik weer eventjes. Ja, dat was mijn moeder. Mijn moeder belt altijd even op voor het eten. Zo, mijn batterij gaat nou echt vreselijk leeg raken. Dus ik ga hem zo echt even in de oplader gooien. Want anders dan kan ik vanavond niet meer vloggen. Dus ik ga even lekker even de batterij even opladen. En dan ga ik even lekker op je eten. Ik ga alvast de katten, ga ik denk ik alvast ook even eten geven. Dat is misschien wel beter. Kunnen hun ook lekker eten. Nou, jullie weten het. Heerlijke Siba's, ze komen er al aan. Oh, ik ruik ze. Kijk, en dat de Mokito is altijd de snelste altijd. Kijk, die rent dan als ik maar de keuken inloop en hij heeft al het idee van oh jee, hij gaat eten pakken, dan is hij als een kippen erbij. Ik heb een beetje op jou gemorst, Mokito. Kijk eens, ik zit gewoon te morsen op Mokito. Kijk eens, hele streep hebt hij. Ik zal eens even een beetje schoonmaken zo, want je ziet er niet uit zo. Zo, even een beetje schoonmaken. Oude vriend. Oh, je hebt het ook op je hoofd, gek. Je hebt het op je hoofd gehad, kom. Kan ik het even afdoen voor je? Nou, dat wilde we niet. Eigenwijs. Zie je dat? Ja, trippy. Zie je dat, Mokito is eigenwijs. Hij wil niet dat ik hem even afdoet. Hij heeft wat gemorst en hij heeft eten op zijn hoofd. Dat kan toch niet? Help jij mij nou eens, Dribbel? Help jij mij eens? Dribbel? Poes. Nou, hij wil niet. Ik sta er gewoon weer helemaal alleen voor. Nou, ik druk de pomp op de camera weer uit. Dus, dit is ook een hele korte dan. Want ik ga hem even neerleggen, jongens. En dan ga ik even lekker hapje eten. Ik ga gelijk even de batterij even, of de camera ga ik gelijk even opladen doen. Dan heb ik dat ook alvast gedaan. Waar is het kabeltje? Dus het kabeltje. Ga ik hem even in de oplader doen en even hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Hey, hij is gestopt hoor. Quincy! Nee, hij is niet gestopt. Hij gaat gewoon door. Ja jongens, jullie zien het allemaal. Ik ben bezig met een livestream. En de enige echte Villa Quinza is er ook bij. En
Was gezellig. En ik zit samen met... Hey, Metro! Metro, man. Hey, Metro muziek. Dit was niet... ik word niet exposed, hoor. Maar ik moet je eigenlijk iets vertellen. Ik ga nu live op de camera ga ik jou exposen. En weet je wat er aan de hand is? Nou... Kevin had deze intro veel eerder. Ja, dat weet ik. Exposed. Oh, wat erg. Oh, wat een schande. Schande. Mike, echt. Dat wist ik nog niet, Quincy. Oh, dat was de verkeerde, mijn oprechte excuus. Laten we beginnen met het verleden. Oh ja, heb je dat filmpje gezien? Ja, heb je dat filmpje gezien? Dat was echt bizar, man. Gemaakt door een kleuter van 12. Pleur op, man. Dat was ik. Dat is normaal, joh. Dat was jij niet. Dat was jij niet. Was jij dat? Ja, ik heb dit een goede video gemaakt. Rot op. Nee, echt, dat meen je niet, Quinn. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik wou zeggen. Maar je bent ook gelijk in de vlog nou. Oh, nee, ik ga je strijken. Ja, je wil geen vlog met me opnemen, Pik. Dus mag ik in vlog? Praten, Pik. Mag ik in vlog? Kijk je mensen naar? Nou, het is super gezellig hier, hoor. En we zijn nog lekker even aan het vloggen hier, hoor. En livestreamen. Echt super gezellig. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. En als je deze gekke, ontiegelijke gekke livestream wil zien, zal ik even een link in de beschrijving doen. En dan ga ik. Dan kunnen jullie het even terugkijken. Dat was echt super geweldig. Jongens, tot dadelijk. Zo, en het is inmiddels 11:30 en ik ga naar mijn bedje, jongens. Ik ben het zat. De livestream was super. Kevin was er heel even bij. Van Kev Rides. En Quincy was erbij. En ja, Quincy is... Ja, Quincy is gewoon Quincy. Gewoon een eigen show weggeven. Geweldig was het. Het was hartstikke gezellig. Super dat ik die in mijn livestream had. Zeg, het was super. Ik vond het echt geweldig, vond ik het. En eigenlijk is het gewoon gek, weet je wel. Dat je zo... iemand die zoveel jonger is als jou, dat je daar tegenop kijkt dat hij in jouw livestream geweest is. Maar ja, ik vind het gewoon geweldig. Ik ben er ontzettend trots op. En ik vond het gewoon zo ontzettend leuk om hem in de livestream te hebben. Echt wel iemand, gewoon geweldig gewoon. En voor de rest was er natuurlijk Kevin van Abnormaal en Joost was erbij. En Tatjana was erbij. En jullie hebben het kunnen zien vorige week. Het was echt gewoon super, super geweldig gewoon. Ontzettend leuke livestream gehad. Chat livestream gehad. En het was gewoon hartstikke leuk. En ik ga nu naar mijn bedje, jongens. Ik ben het eigenlijk wel, ik ben het eigenlijk wel zat. Ja, ben je het zat? Ja, ik ben het zat. Ik heb het wel weer gehad voor vandaag. Ik heb net de computer uitgezet. Ik ga de kachel uit doen, de gordijnen dicht doen. En dan ga ik lekker slapen, want morgen nog één dagje. En dan is het weer weekend, gelukkig. Binnenkort gaan we de berenvlucht opnemen. Of de bomenvlucht wordt het genoemd. Want ik wou een andere naam hebben in plaats van... iemand zijn naam ook te kopiëren. Ja, Berenvlucht, Berenjacht is echt van Kev Rides. En ik wou gewoon een andere naam hebben. Ik wil niet een kopie van hebben. Dus het is een Bomenvlucht en Bomenjacht geworden. Omdat het dus Boom van mijn achternaam heet. En het is wel hartstikke leuk en gaaf. En we gaan binnenkort even kijken wanneer we het op gaan nemen. Want ja, iedereen moet de tijd... iedereen moet natuurlijk bij zijn. Dus we moeten nog even kijken of we een datum kunnen prikken waarop iedereen kan. En dat het lukt. Nou, ik ga in ieder geval lekker naar bedje toe. Morgen weer een dagje dus. En toch is het weer gelukkig weer weekend. Ik ben mijn stem een beetje kwijt. Ik heb een beetje ontzettend veel gekletst.
natuurlijk twee uur gelivestreamd, bijna twee uur gelivestreamd. Dus mijn stem is aardig weg. Ik ben nog steeds verkouden en nog steeds niet zo lekker natuurlijk door dat koude weer. En, ja, dan heb je gauw een... verkoudheidje en zo te pakken. Dus ik spaar mijn stem een beetje. Ik ga hem lekker neerleggen. Ik zou zeggen, jongens, allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog leuk? Doe natuurlijk even dat blauwe duimpje de lucht in. Druk op het belletje. Dan krijgen jullie elke keer een melding als er een nieuwe livestream en video online is. En ja, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dus. En druk even op dat duimpje omhoog. En ik spreek jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog. Groetjes allemaal. Ook van Dribbel en Bokito, die er net weer even ruzie hadden. Maar deze keer had ik het niet gefilmd. Oh, er staat nog een... ik moet er even een knop uitzetten. Ik hoor nog de computer ook nog brommen. Of de luidspeakers ook nog brommen. Betekent dat mijn... dat die nog aanstaat. Ik moet even de knop uitdrukken. En dan zijn ze weer ruzie aan het zoeken, jongens. Ze zijn weer ruzie aan het zoeken. Wat zijn jullie nou allemaal aan het doen? Potverdikkie. Het is ook elke keer raak bij jullie, hè? Wat is dat toch allemaal, Dribbel? Ga je nou eens uit met ruzie zoeken? Ja. Oude vriend. En Bokito. Ook even aaien zo. Ja, jullie zijn allebei lief hoor. Het zijn allebei hartstikke lieve poesjes. Nou. De groetjes allemaal jongens. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.